vals spelen hier in Brawl Stars. Hallo mensen van Manuker en welkom bij deze gloednieuwe Brawl Stars video. We gaan vandaag een verstoppertje doen, maar niet zomaar. We gaan er weer een hele andere twist aanbrengen. En laat nog even zeker een likeje achter. Dan gaan we eens even knallen dus hiermee. Wij gaan vandaag verstoppertje doen dus met Mortis en Dynamike in het eerste potje in ieder geval. De andere potjes zullen anders zijn. Maar we hebben twee zoekers, twee Mortissen. Ik ben er één van. En de rest zijn Dynamikes, dat zijn de verstoppers. Maar we gaan beginnen met het allereerste gamepje. Ik ben heel benieuwd hoe dat dit allereerste gamepje gaat zijn. De Mortissen moeten zo snel mogelijk alle Dynamikes killen. En ik zag er hier al ergens eentje. Ik ben super snel. Hier ergens is al één Dynamike volgens mij. Kijk, hier heb je er al één. Dat is Xander. En hoppakee, we hebben al één verstopper down. Ik weet nog niet waar de andere zoeker is, de andere Mortis. Er zijn er twee. Die ga ik pakken. Jopje, popje, kom, we sluiten ze in. We sluiten ze in, we sluiten ze in. Ja. Hier ergens zijn ze. Dacht ik. Toch niet. Nee. Oké, Liam heeft ook al één kill. 1-1, 1-1 staat het nu. Hou hier nog eentje. 1-1. En bam. 2-1 voor mij. Qua kills. We moeten zoveel mogelijk kills allebei. Maar ik wil wel de meeste kills. 2-1 voor mij. En 3-1 voor mij. Lekker, 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 lekker. Die andere Mortis moet ook kills pakken. Maar ik ben sneller. Even kijken. En dan kan ik natuurlijk voor de krachtpunten gaan. Of ik kan kiezen. Oh. Om voor die dingen te gaan. Ik schrok. Het was een reflex. Ik dacht ik zag hem. En ik wilde hem meteen pakken. 3-1 voor mij dus nog steeds of niet? Oh. 3-2 voor mij nog steeds. Maar waar is de rest? Ik kan niemand meer vinden. Uh-oh. Uh-oh, hier zitten er een paar. Nee, 3-3, 3-3. 3-3. Het is gelijk, spel. Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Doe. Ik wil jou killen. Ja, 4-3 voor mij. En ga ik de laatste nog pakken, dan heb ik gewonnen. Amadou. Amadou. Ja hoor. Amadou is de winnaar. Hey. Ja hoor. Oké. Amadou is de winnaar. Die is dus de nieuwe zoeker. Ik heb gewonnen in ieder geval van deze battle van de zoekers. Dus ik heb de meeste kills qua zoekers. Op naar ronde nummer 2. Oh, de twee nieuwe zoekers zijn nu, als het goed is... wat zijn ze ook alweer? Dat zien we zo denk ik wel, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar zij moeten in ieder geval weer zorgen dat ze de meeste kills halen. Dit is een hele moeilijke map weer, nog steeds deze map. Oh jee, wat waren ze ook alweer? Oh, ik schrok. Oh, El Primo! Tegen de Daryls. Wij zijn de Daryls. Oh, daar is El Primo. Xander. Hij gaat dus voor de kisten, zo te zien. Ik zou echt voor de kills gaan. Dat heb ik net ook gedaan. Toen heb ik wel gewonnen. Pas op, pas op, pas op, pas op! Hij komt zo meteen. We hebben allemaal onze special nu. Die mogen we gebruiken om weg te rollen. Oh jee, daar is hier nog eentje bijgekomen. En we rennen weg. Oh, er is al een Primo! Nee, Amadou is hier ook. Bah, ik ben de eerste die dood is. Amadou heeft mij gekild. 1-0 voor Amadou in ieder geval. Maar Xander, die moet dus ook kills proberen te halen. Het is 1-0 voor Amadou tegen Xander. Twee zoekers. En als je nog steeds niet begrijpt, de zoekers moeten zoveel mogelijk kills halen. Degene, de zoeker die de meeste kills heeft gehaald, heeft dus eigenlijk gewonnen. Maar het is dus nog 1-0 voor Amadou. 1-1, want Xander heeft nu ook een kill gemaakt. Dus 1-1. Oké, Amadou had gewonnen met de meeste kills. Op naar de volgende ronde. Nu moet ik langer blijven leven. Niet als eerste doodgaan. Oh my god. Als jullie leuke ideeën hebben voor matches, wat we kunnen doen met die tegen die bijvoorbeeld, laat het weten in de reacties. Misschien doen we dat volgende week wel. En het is nu gewoon weer Bull tegen Bo, maar we hebben nu dus twee Bulls. Wie van die Bulls haalt de meeste kills? Spannend. Heel spannend, heel spannend. Ja, je ziet echt niet veel hierin, hè? Dus dat is lastig. Ik durf niet zoveel te doen eigenlijk. Oké. We gingen niet goed naar beneden. Denk ik. Oh, Batuan. 1-0 voor Batuan in ieder geval. Ik zit hier gewoon een beetje rond te durpen. Maar ik ben heel bang dat ik in één keer Boel tegenkom. Oh. Oké, daar heb je Reetijger. Uit de buurt blijven van Reetijger. Die loopt daar. Woe! Oh, er gaat er eentje. Gaat Reetijger nu een kill halen? Ja, 1-1. Oh, ze lopen daar allebei. 1-1 voor de zoekers. 2-1. Oh, wat? Oh, Reetijger heeft vastgespeeld. Die heeft gewoon
Oh my god, een andere zoeker kapot gemaakt. Wat een valsspeler, Reetijger. Wauw, je hebt gewoon keihard de regels overtreden. Je hebt de andere zoeker uitgeschakeld, zodat je sowieso wint. Lame! Valsspeler hier in Brawl Stars! Oké, mooie titel. Nee, ik weet niet of ik dat titel ga gebruiken hoor. Maar dat, ik denk dat ik Reetijger zo moet kicken uit de game. Want dat is echt valsspelen, dat kan echt niet gewoon. Zomaar de andere zoeker killen. Dat is een no-go. Ik ga lekker hier zitten. Hier zit ik wel veilig, denk ik. Oh, daar is Reetijger. Oké. We zijn veilig. Nothing on the hand. Oké, nou moeten we eigenlijk met z'n allen Reetijger vermoorden, oké? Dan moet ik eigenlijk even proberen. Ik ga proberen om Reetijger uit de Discord te halen. Oké. Jongens in Discord. Allemaal Reetijger afmaken nu, want die speelt vals. Oké. Ik heb het gezegd. Reetijger afmaken. Let's go. Hij is bijna down. Help me dan. Hij is bijna down. Maak hem af dan. Jongens. Doe het. Je kon het. Oh, je had zoveel kansen. Man. Ja, nou alsnog niet. Of wel, bijna. Bijna! Nee! Oh, we hebben alsnog verloren allemaal tegen de valsspeler. Oh. Ik probeer het nog te fixen met iedereen, maar dat ging helaas niet goed. Dan gaan we dan met het laatste potje. Wij zijn Rosa. Oh god, ik zie er al een 8-bit staan. Er is al de allereerste 8-bit. Gewoon wegrennen. 8-bit is natuurlijk niet zo snel. Maar Reetijger doet gewoon nog mee. Die speelde per ongeluk vals, werd gezegd. Moet ik dat geloven? Ik weet het niet. Oké, we moeten hier grasveldjes in het midden plaatsen. Tactics. Daar heb je Reetijger. Die voelt zich nogal schuldig. Oh god, daar heb je al een 8-bit. Nee, niet nu al. No. Het gaat allemaal goed. Ik ga wel even wegrennen, denk ik. I'm out of here, man. Te veel 8-bitjes. Ah, er gaan allemaal mensen dood. En er is nog niemand gekild. Nu wel. 1-0 voor Batuhan. Hup. En rennen. Leave me alone. Nee, ik ben heel de tel kwijtgeraakt omdat ik weg moest rennen. Ik ben nu alweer dood en dit gaat nu alweer nergens over. Volgens mij 2-3 kills al voor Batuhan en 1 voor die andere. Dus 3-1 voor Batuhan. Wow, daar gaan ze allemaal. 4-3 voor Batuhan. En Reetijger is de laatste. Oh, ze hebben elkaar gekild. Oh, dat deed hij waarschijnlijk ook per ongeluk. Maar ja, oké. Dit was het voor vandaag. Was leuk om dit zo te zien. Maar misschien heb je hele andere ideeën voor een verstoppertje. Laat het weten. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.